Slammert iedereen, Ricky Rizzol is hier, wederom op zoek naar een nieuwe carrière en vandaag gaan we naar de politiek. En in Nederland heb je Chinese restaurants, Indische restaurants, Chinees-Indische restaurants en je hebt Chinees-Indische politica. En vandaag gaat ze mij meenemen in de wereld van de politiekussen, politieken, politicasters, politicazen. Ja, want het zijn blanda's. Via de oom, van de tante, van de zus, van de halfbroer, van de zwager, van de achternicht, van de achterbuurvrouw, van tante Deetje ben ik zowaar in contact gekomen met de prachtige Meili Vos. Loedimet! Daar gaan we. Ik heb Miri Solles. Meili! Art Nouveau, vroeg ik zo. Ja, selamat malam. Ik ben een klein beetje verlaat, maar af, ja. Meteen chio, maar zo. Kom binnen. Ja, dankjewel. Meteen met de pin toe in de Roma. Jij bent de mooiste politicus van Nederland. Echt waar? Wij komen een beetje van dezelfde achtergrond. Misschien, je zou het niet geloven, maar het is echt waar. Ik ben zelf opgegroeid in een huis met 5 zussen. Echt grappig. 5 zussen, echt waar, 100%. En ik 5 broers. Nou, dat bedoel ik. Dus ik moest het doen met de spullen die ons werden toegeroeid van buitenaf. Dus jij moest altijd meisjeskleren dragen, ik moest altijd jongenskleren dragen. Zie je, dat wilde ik nog net vragen. Al die dingen wat ik heb gekregen. Ik moest met meisjes speelgoed spelen. My Little Pony, Dufties, Barbie. Dat bedoel ik. Dat vrouwelijke in mij is erg overontwikkeld. Waardoor mensen echt naar mij kijken en zeggen van... Of ze denken dat is een meid die daar staat. Of ze denken is een katoi ladyboy. Of ze denken misschien een hele mannelijke Filipino. Jij bent dus opgegroeid met 5 kerels. En ze vinden me in mijn gedrag vaak mannelijk. Niet gelukkig uiterlijk niet. Moest nog bijkomen. Nee, dat ken ik behalen. Maar ik heb een paar keer gehoord dat ik denk als een man. Dat jij denkt als een man? Nou, en ook reageer als een man. Ja. Hoe kan je dat in de politiek meenemen dan? Wat is die kracht dan van jou dat je dat mannelijke bij jou hebt ontwikkeld, dat je dat in de politiek... Nou ja, er zijn tot nog toe nog steeds meer mannen dan vrouwen. Dus in die zin is het makkelijk, omdat ik dan wat sneller, zeg maar, op hun level kan praten. En als je een beetje de mannenhumor aankomt, ja, dat maakt het veel makkelijker vaak om even zaken te doen. Ik heb je wel eens horen roepen dat je zegt van datgene waar je vandaan komt, dat defineert niet wie je bent. Mm-hmm. Dus is daardoor het geschiedenis niet belangrijk dan? Ik bedoel, ja, je hebt niet overal invloed gehad in het verleden, maar ja, het maakt toch wel voor een gedeelte wie jij bent, of niet? Ja, zeker wel, maar het is niet zo dat het voor alles. Het is een beetje een nature-nurture debat. Dus je hebt de helft is inderdaad gewoon zoals je geboren bent, met je hele achtergrond en je hebben en houden. De andere helft heb je zelf in de hand. Een nicht van mij heeft onze hele familiegeschiedenis... Heeft ze met allerlei foto's en verhalen heeft ze gezocht. Ja, dat is echt gewoon heel leuk. Dan zie je dus mijn oma als klein meisje. En alle partijtjes die ze hadden. Het trouwen. Nou, alle gelukkige tijd die ze nog tot de oorlog hadden. En die waren allemaal gebundeld in een boek. Kijk, en dat kennen wij kopen? Nee, dit is gewoon voor de familie. Oh, oké, voor de familie zelf. Is er wel eens gebeurd dat je een afspraak had gehad met een van de politieke leiders of met een politiek figuur? Mm-hmm. En dat je zei van oké, we gaan het met z'n tweeën regelen. We gaan het debat zo aanpakken. En dan stond je daar. En dan eindstand doet Emiel gewoon tjaak, wat anders. Dan sta je daar, in mijn geval met mijn lumper in mijn handen. Wat in jouw geval met durian? Ik hou van lumper. Jij houdt van lumper? Oh, heerlijk. Alle vrouwen houden van lumper. Kippenlul, Zo noemen wij het. Kippenlul. Jullie noemen een lumper de kippenlul. Maar als jij dan... premier wil worden. Wat zou jouw boodschap zijn? Angst of hoop? Heb je dan... Hoop! Als mensen op mij zouden stemmen, zou ik zorgen dat alle agressie en geweld weggaat in dit land. Dat ram je eruit. Dat rammen we eruit. Gewoon met de elleboog en de knie en kickboxing stijl. En hoe dan? Heel simpel. 1 woord. Massage. Ik wil naar Bali. Als je in Indonesië laat pitchen, dan kost het misschien 3 euro voor een uur. Mm-hmm. En dan ben je klaar. En dan heb je geen zin om iemand op zijn bek te slaan, toch? Nee. Dan ben je gewoon ontspannen. Ben je gaan slapen. In Nederland, als je gaat, betaal je 60 euro. Dan moet je weer gaan werken om 60 Dan moet je weer die 60 euro. En dan denk je weer bij jezelf, nou ja, was het echt zo geweldig? Was een beetje kriebel, een beetje gatel aan de zijkant. Dus ik dacht, als je subsidie brengt hier op de massagetarieven, dat je hier ook 3 euro gaat betalen. 1, je hebt werkloosheid voor, je genereert werk. Dus mensen, al die masseuses, iedereen wil gaan masseren. Want je hebt subsidies, dus mensen gaan ook meer masseren. Ja. Plus dat de mensen die dus gemasseerd worden en 3 euro maar hoeven af te rekenen, achteraf denken van, oh, ik ben relaxed, ik ben ontspannen en dan ga je veel minder ruzie maken. Ik kan niet wachten tot jij je meldt voor de politiek. Schande en politiek gaan een beetje samen als spek en koek. Zou ik even heel snel even een paar dingen door mogen nemen en dan geef jij op een schaal van 0 tot 10 door of het... Ik heb ooit een keer een steen door de ruit gegooid van mijn basisschool, de Tamarinde in Spijknisse.
één, zeg maar, op een... Eén. Ik ben een keer gepakt met rijden zonder rijbewijs. Ik had nog geen geldig rijbewijs. Drie. Oké. Oké, ik heb een tijdje een bijbaantje gehad op de Kruiskade in Rotterdam. Mm. Als collectant voor beschermingsgeld. Van al die Chinese toko's daar. Dat is wel 10, ja. Dat is 10. Als laatste eigenlijk nog, er is een soort van beeldmateriaal van mij online. Mm-hmm. Dat ik schaars gekleed in een pan met soto ayam. Wat heerlijk, roer. Nee, dat zou ik echt, dat is gewoon alleen maar goed. Ja, was zonder lepel. Zonder lepel in die pan. Roeren. Ja, dus als ik straks de politiek in ga, wat is de nummer 1 tip? Wat ga je me meegeven? Ik heb een ideaal. Er moet iets zijn wat je drijft. En als jouw ideaal is agressie, Nederland geweld, agressieloos door Pidget voor 3 euro. Precies. Fantastisch ideaal. Dat geeft je richting. Dat geeft me richting. Klaar om naar de Tweede Kamer te gaan, denk ik. Ja. Ga je mee? Ja, ik ga mee. Okay. Wat heb ik nog meer nodig? Als ik in 3 stappen moet gaan, van wat zijn de 3 stappen die ik moet nemen? We hebben ideeën, zeg maar. Dus nou, we hadden net al een idee. Volgens mij heb je een idee om te gaan pidgeten. Ik dacht, niet zelf dan, maar ik zou een subsidiepotje vragen. Subsidie voor pidgeten. Dus wij delen rozen uit bij de PvdA. Wat zou jij uitdelen? Jullie gaan voor de rozen. Ik ga voor de spekhoek. Wat doen jullie? Dan geef je een roos en dan wat? Ja, je geeft een roos en dan heb je inderdaad een aanleiding om een praatje te maken. En mensen weten vaak als een roos is niet van de PvdA, dan zeggen ze, ik wil wel de roos, maar ik wil geen praatje. En vaak willen mensen wel een praatje. En de meeste mensen vinden het ontzettend leuk om gewoon iets te krijgen, gewoon iets aardigs. Dus bloem is altijd leuk, maar spekhoek ook. Bloemetje spekhoek zou ook wel werken natuurlijk. Ze willen een stukje spekhoek. Mag ik u een spekhoekje aanbieden? Nee, echt niet. Nee, oké. Doe je aan de lijn? Ze zijn bang voor mij. Misschien moet ik mijn zonnebril afdoen. Misschien dan kijk je in mijn mooie ogen. Dat ze dan mij zien en denken, god, die vent is knap. Goeiedag mevrouw, mag ik u een spekkoekje aanbieden? Kent u spekkoek? Ja. U bent ook Holland volgens mij, hè? Ja. Mag ik u geïnteresseerd in een stukje spekkoek? Kijk eens. Goeiedag meneer, mag ik u een spekkoekje aanbieden? U allebei natuurlijk. Kijk eens. Ik dacht dat jullie in stijl waren. Oké, maar uw man komt uit Nederlands-Indië, geboren en getogen. Sumatra. Sumatra. Dat vind ik ook. Uw man weet waarschijnlijk niet. Hij had verteld, maar bent u dan? Nu, ik ben aan het werk. En dan plotseling denkt hij, wat doet ze met de buurman daar op het Binnenhof? Meili Vos is me aan het leren. Die is me aan het leren hoe ik een politicus kan worden. En kan geworden. Kan worden. Hij heeft een partijprogramma. Ik heb een partijprogramma. En mijn partijprogramma is, ik wil mijn missie voltooien naar een agressieloos Nederland. Nederland zonder agressie, wat vindt u daarvan? Ja. Nou, als je dat voor het werk krijgt, ga ik echt op jou stemmen. Kijk, dat wordt... Ja. Dat klinkt goed. Ja, ja toch? Klinkt uitstekend. Ja. Oké. Dat is altijd goed. Dat vindt u wel goed, hè? Ja. Ja. Ik heb echt gewoon een programma waarin we agressie kunnen verbannen uit het land. Bent u wel eens gemasseerd? Ja. Nou, op Indonesië is het lekker hard. Zeg. Het gaat echt je spieren zo en het gaat zo met die vingers. En het is echt, als je eenmaal gepietjed bent, dan ben je echt van dagenlang zweef je gewoon. Ontspannen, relax. Ja. Dus dan dacht ik, als we in Nederland subsidies leggen en het kost maar 3 tot 5 euro voor een uur lang gemasseerd te worden, dan zijn mensen relaxed en dan gaan ze weer gewoon relaxed staan. Dan heb je minder agressie. Meer werkgelegenheid voor al die mensen die moeten pidgeten. Ja. Nou. Ja, nou, plan, echt uniek plan. U bent wel eens over uw rug heen gelopen? Nee, dus ik zoek altijd nog iemand die dat een keer bij me wil doen. Ja. Maar goed, als ik op jouw stem... Ja? Dan regelen mensen die over uw rug lopen. 3 euro in kolonnes gewoon. Is dat een idee? Ja. Heel goed, nou dan houden we dat erin. Succes. Nog. Ja, dank u wel. Dank ik hoop dat het gaat lukken. Ja, ik hoop het ook. Tempo doen. Doet u de groet aan uw man? Mag toch in je agressieloze programma ook? Wat? Open relaties. Ik denk juist dat open relaties zorgt voor heel weinig agressie. Mm-hmm. Denk ik echt. Ja. Denk je niet? Ja, als het gewoon natuurlijk... Maar jij was sowieso al niet van in de camping en op de camping en in de caravan en dat soort dingen allemaal doen. Dat heeft niks met open relaties te maken. Het heeft gewoon met geluidsoverlast te maken. Oh. Dus als iedereen een open relatie op de camping, prima, alleen doet het wel probleem. Zachtjes. Open relatie ook. Luister naar mij, liefos. Open relatie mag, maar doe het wel zachtjes. Want ik ga voor een agressieloos Nederland. Dat is mijn missie. Ja. En hoe we dat gaan bereiken? 1 woord. U kijkt wel heel streng naar mij. Ik moet nu angst in. Een klein beetje wel, ja. Ja, maar dan luister. Als ik eenmaal politicus ben, dan moet u daar echt tegen kunnen, hoor. En hij is docent, hè? Dus dan moet je ook wel wat overzicht houden. Ik had die nog niet geprobeerd. Met banaan, moet je ook proberen. Dat is echt super lekker.
Ik durf nou ook geen nee meer te zeggen als u zo naar mij kijkt. Ik dwing het gewoon keihard. Ik dwing dat heel hard af. Maar deze docent heeft waarschijnlijk ook wel tips. Het beeld is sterker dan wat je zegt. Dat moet je ook onthouden. 80% is vorm. Blijven lachen. Hè? En dan kunt u de meest vreselijke dingen zeggen. Ja, u laat het ook echt veel zien op deze manier. Nee, ik doe even een Hans Wiegeltje. Weet u, ik vind het hartstikke fijn dat u even de tijd heeft genomen naar mijn programma te luisteren. Neem er vooral nog een. Ja. Je eet ook niet meer. Dit is goed, ja. Het lijkt of je nog niet gegeten hebt. Mag ik u... Ja, dat mag. Ja, nee. Dat mag. Ja, zegt u maar. Mag ik u bedanken voor dit gesprek en ik wens u nog een hele fijne dag vandaag. Oké. Okay. Wilt u me niet nog eentje voor onder rood mee te nemen? Neem maar ook één mee voor die fan, want anders dadelijk wordt hij cranky als hij niet heeft. Zo. Neemt u twee. Neemt u twee. Eet smakelijk. Sla met makker. Hij lijkt op die... Op die gozer van die documentaire House of Cards die altijd die gasten aanpakt. Geen documentaire, man. Dat is, ja, ik weet wie je bedoelt. Ja. Je weet, daar lijkt hij op. Dit is toch het beste partijprogramma ever? Gewoon als iedereen gewoon subsidies krijgt om gemasseerd te worden, je wordt gewoon ontspannen van. Ik denk echt gewoon dat het ook zo'n boost geeft aan de economie en dat we ook gewoon veel minder hoeven uitgeven aan politie. Dat denk ik ook. Oh, kijk! Ja. Oh! PVV-meeuwen zijn dit! PVV-meeuwen, daar ga je. Ja. Hier, zie je, deze gekleurde meeuw krijgt niks, zie je? Alleen die blanke meeuwen pakken alles. Ja, ik dacht eigenlijk, heel eerlijk, dat het veel makkelijker was om politicus te zijn. Je moet heel veel dingen leren en het staat ook allemaal niet in boekjes. Hè. Je moet gewoon leren dat te doen. En ondertussen moet je ook nog trouw blijven aan waarom je ooit de Kamer in kwam. Dat is best lastig. Trouw blijven aan je ideaal. Weet je, ik kan je zeggen, ik vond het geweldig dat ik met je mee mocht. Gewoon zo'n hele dag dat je mij hebt willen helpen hiermee. Dat vind ik echt te gek. Ik vind ook te gek dat ik je mag pitchen. Ach, dat is ook helemaal te gek. Ja, ik ben... Ja, ik vind het ook gewoon vreselijk leuk. En ook gewoon lekker. Maar als eerste wat ik jou graag zou willen geven, als klein bedankje, een placemat. Wat leuk! Dan kan ik vanavond van eten met Ricky als dat bedoel, mijn... Ja, dat bedoel ik. Minister van Buitenlandse Zaken. Kijk, dat bedoel geweldig. Ik. Geweldig. Goed dus, gezicht. Hé, maar was je korte broek? Ja, dat bedoel ik. Ja, we konden hem niet zo goed. Ja. Neerzetten. Ja. Maar als klein bedankje dat je ons zo goed hebt geholpen en meegenomen hebt. En wil je ook graag de Indische Malati geven? Oh, wat een mooi. Ik zag hem op je muts. Ja? Ik vind hem zo mooi. Nou, dan zou ik hem heel graag bij jou op mogen willen spellen. Kan je hem hier zo spellen? Graag zelfs. Zo. Kijk, daar. Hopla. Dus straks 15 augustus kun je deze gewoon showen. Mark Rutte droeg hem ook volgens mij bij de Indische herdenking. Kun je zeggen, hé Mark, ik heb er zelf ook één. Ik heb hem gekregen van Ricky Rizzolles. Van wie heb jij hem gekregen? Dat kun je gewoon doen bij hem. Goed, nou, ik vond het heel fijn. Mag ik je tjoem geven? Tjoem. Tjoem. En gummus. Gummus. Heel veel succes. En ik denk gewoon dat als ik niet zelf de politiek inga, dat de kans bijzonder bizar is dat die stem gewoon richting jou gaat. Adu, terima kasih ya. Sama-sama, boe. Ricky. Nou, ik denk, ik ga even de zaal naar binnen. Doe maar. Ja? Opwarmen. Succes, hè? Als jullie op mij stemmen, gaan jullie allemaal zo de gouden. Volgens mij heb jij al een hele leuke verkiezingsuitje weer. De gouden koets is van iedereen. U mag er ook in zitten. We hebben met z'n allen betalen we voor de gouden koets. Dan mogen we er toch ook allemaal een beetje in zitten. Goed idee. Dat bedoel ik. Niet shit gooien naar die koets of zo. Gewoon maar erin zitten, dat mag wel.